Matteüs 5, vanaf vers 1. Toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op, en nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde berven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om de gerechtigheids wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil, verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Gij zijt het zout der aarde, indien u het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld, een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet daar onder de korenmaat, maar op de standaard, en ze scheidt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Tot zover. Nou, dit is het begin van de, wat later genoemd is, de bergreden. Hoofdstukken 5, 6, 7. Het is de zogenaamde bergreden, omdat de Heer Jezus zoals we laatst een berg opging. Wordt dat de bergreden genoemd. Het is het langste stuk onderwijs dat bewaard is gebleven van de Heer Jezus zelf. Het is praktisch onderwijs. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld een brief aan de Hebreeën, dat is erg theoretisch. Of over het algemeen. Maar beide zijn natuurlijk door Gods geest gegeven en belangrijk. Hè? Er zijn ook nog wel eens mensen die willen die bergreden en al de woorden van de Heer Jezus een andere kleur geven. Want dan heeft de Heer Jezus gesproken, maar we moeten niet vergeten dat de Hebreeënbrief of de Petrusbrief is ook door de Heer Jezus gesproken. Het is zijn geest in Petrus, in Paulus, die daar werkte en sprak. Heel Gods woord is door de Heilige Geest geïnspireerd. Er zijn verschillende uitleggingen geweest over deze reden. Nou, daar zal ik maar niet op ingaan. Maar het belangrijkste is eigenlijk om het verkeerde in onze tijd en in onze eigen denken te gaan ontdekken. En vooral de goede uitlegging. Want de grootste misvatting over de bergreden vandaag de dag is dat we haar zien als de perfecte leer waaraan niemand kan voldoen. Ze is alleen maar om ons te laten zien dat echte rechtvaardigheid onmogelijk is. Alleen de Heer Jezus kon hier als mens aan voldoen. Ze doet ons alleen maar te meer beseffen dat we zijn vergeving en genade nodig hebben. Zo zegt men dan. Degenen die dit geloven zeggen bijvoorbeeld over het uitdrukken van de rechteroog als die tot zonde verleidt. Ja, en dan met je linkeroog verder zien. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Hij wil ons alleen maar laten zien hoe zondig we zijn. En dat het onmogelijk is helemaal perfect te leven. Maar is dit werkelijk zo? Kunnen wij zo de bergreden lezen en opvatten? Ik heb zelf bij een kring gezeten, hè, iemand die dit echt zo leerde. Maar het is goed om bij het begin van de bergreden ook te denken aan de slot ervan, in hoofdstuk 7. Want de slot eindigt zo: een ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots, en de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. Omdat het geworden hoort, woord dus gedaan werd, wie mijn woorden hoort en ze doet. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijk op een dwaas man
die zijn huis bouwde op het zand en de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in en zijn val was groot. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Wat betekent dat voor ons? We moeten allereerst tot deze conclusie komen dat de Heer Jezus zijn onderwijs gezaghebbend is. Zijn woord moet gehoorzaamd worden, anders ben we als een dwaas. Man die zijn huis bouwt op het zand. We kunnen niet vrijblijvend een discipel van hem worden en zijn. Hij moet gehoorzaamd worden. Op de rotse grondvest betekent dus zijn woorden horen en doen. Dat zijn synoniemen. Want anders bouwen we op het zand. Jezus wordt zowel de rots als ook het woord genoemd. En wat wordt er op zand gebouwd in het leven van veel christenen? En weet je waarom dat gebeurt? Dat heb ik zelf ontdekt. Omdat men in het begin geen verschil merkt. Integendeel. Als men op het zand bouwt, gaat alles veel sneller dan dat je op een rots gaat bouwen. Want je moet klimmen met je materiaal. Het is allemaal veel zwaarder. Nee, je hoort maar iets gezien en hij lacht de ander uit, die bouwt op de rots. Kijk, mijn huis is al klaar en hij is nog bezig en het is hetzelfde huis. Wat een dwaas om op zo'n moeilijke rots te bouwen. En op een eerste gezicht lijkt het gemakkelijker en sneller. Totdat de stormen komen en de slagregens. En dan stort heel het bouwwerk in. En dan lacht degene die bouwde op de rots. Je merkt het pas als het te laat is. Als er nood en lijden komt, dan houdt dat geloof geen stand. En die nood en lijden komt af op alle christenen. En de enige waarborg dat we zonder kleerscheuren doorheen komen, staande blijven, is nu maar gewoon de Heer Jezus op zijn woord geloven, Gods woord horen en doen. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En dat kan er op ons afkomen. Wat er maar op ons afkomt, maar we blijven staan in het geloof. We lazen dat toen de Heer Jezus de scharen zag, hij de berg opging en dat alleen zijn discipelen tot hem kwamen. Het woord scheidt van één, licht en duisternis. Nu blijkt wie hem volgt om zijn wonderen en gaven of om zijn onderwijs. Maar ook die zijn onderwijs horen worden van één gescheiden. Degene die het ook nog doen of degene die alleen maar aanhoren en vergeten te doen. De laatste zullen ook ten val komen. Ik weet nog heel goed dat ik eens keer in Duitsland naar een preek luisterde. In een samenkomst. En de prediker vertelde dat zijn vader vroeger een volkstuintje had. Waar hij zijn eigen groenten verbouwde. En hij zei, toen hij groot genoeg was, moest hij in het voorjaar van zijn vader die volkstuin omspitten. Zodat zijn vader er nieuwe zaad in kon doen. Wel, hij spitte met veel moeite daar de grond om. Maar naast hem, zei hij, in een aangrenzende tuintje, was een oudere man ook bezig de grond om te spitten. Die schepte de grond om, zei hij, en voor hij de naar boven gehaalde grond weer omgekeerd neergooide, haalde eerst alle onkruid eruit, met wortel en al. Nou, dacht die jongen, mij niet gezien, de grond ziet er net zo mooi en schoon uit. Alles is omgekeerd, wat een onnodige werk en tijdsverspilling. Totdat later de groenten opkwamen, met heel veel onkruid, dat veel verstikte. Toen snapte hij waar al het extra werk voor nodig was geweest van zijn buurman. Zijn vader zei toen, ik snap het niet. Buurman heeft totaal geen onkruid en bij ons stikt het ervan, terwijl het dezelfde grond is en we liggen ook nog tegen elkaar aan. Net of de duivel ermee speelt. De jongen zei maar niks. Maar hij snapt het maar al te goed. Soms denken wij gemakkelijk van af te komen. Maar zullen eens bedrogen uitkomen in plaats van vrucht, wordt er onkruid geoogst. En dan krijgt vaak de duivel de schuld. Terwijl hem alleen maar toegang verleend werd door ongehoorzaamheid.
Laten we niet op zand, maar op de rots bouwen. Door Gods woord serieus te nemen, als gezaghebbend aanvaarden en dan ook te doen. Waarom waren de eerste apostelen zo gezegend in hun werk? Filippus, Paulus en noem maar op. Nou, de titel van het boek over hen verraadt al hun geheim. Handelingen. Geloof komt uit het horen en wordt zichtbaar omdat het in actie komt, heeft iemand wel eens gezegd. En anders stort alles eens in wat we meenden opgebouwd hebben. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zegt Jacobus, zo is ook het geloof zonder werken dood. Geloof de Heer Jezus ook hierin. Doe wat Hij u zegt. En zie de zalensprekingen niet als een reden waarin onze zondige staat blijkt. Maar het zijn opdrachten van de Heer waarin we moeten voldoen en door de vervulling der Heilige Geest aan kunnen voldoen. Hij opende zijn mond en leerde hem. Een opdracht die de Heer Jezus later geeft aan de gemeente. En Matthäus 28 gaat dan heen en maakt al de volgen tot mijn discipelen, is de evangelisatieopdracht. Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, doopopdracht. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. De onderwijsopdracht. En let op de woorden bevolen heb. Hè. Zijn opdrachten zijn dus bevelen. Daar heb je dat gezaghebbende weer. En dan begint de Heer Jezus allereerst met de zalensprekingen. Toen hij voor het eerst ging onderwijs geven, begon hij allereerst met de zalensprekingen. Waarom? Daar zit wel een reden achter. Zalig zijn degenen die, oftewel gelukkig te prijzen zijn degenen die. Nou, aan het begin van elk jaar, of nieuw levensjaar, verjaardag, wensen we elkaar ook weer heel veel geluk toe. Gelukkig nieuwjaar, komende jaar, je gezegend levensjaar, of wat dan ook, alles wat wenselijk is, noem maar op. Want de mens is eigenlijk op zoek naar maar één ding, geluk. Zich gelukkig voelen bij wat hij heeft en doet. En daar heeft men alles voor over. Daarom als de Heer Jezus begint zijn discipelen te leren, begint hij over dat geluk, levensgeluk. Zalig betekent het hoogste geluk deelachtig zijn, dat voor jou bereikbaar is. Of althans, dat je gelukkig te prijzen bent om wat je bent of voor hebt boven anderen. De Heer Jezus weet het streven van de mens en haakt daar allereerst op in als hij begint te leren. Maar dan moeten we ook constateren hoe ver de mens afgedwaald is van het verstaan van zijn ware levensgeluk. Maar christenen helaas vaak ook. Stel je voor dat ik zo'n nieuwjaarskaart maak. Tegenwoordig heb je allemaal zo'n driedimensionale kaarten die mensen dan maken. En dat ik die naar jullie stuur, waarop staat zalig nieuwjaar, met als toevoeging dat je het hele jaar maar arm vergeets mag zijn, honger mag hebben, dat je mag treuren, gehaat mag worden, uitgestoten, gesmaad en als ze slecht gezien mag worden en je hele gezin ook. Ja, dat wens ik je van harte en welgemeen toe. Veel liefs, Bouke Visser. Nou, de eerste reactie zou zijn, nou, die heeft best een hekel aan me. Dat laat hij ook even goed merken. Wat een gemene streek zo met het nieuwe jaar. En toch is dit nu precies wat de Heer Jezus hier doet met zijn gelukswensen. Zijn welgemeende nieuwjaarswensen, ook voor dit jaar en voor volgend jaar en al ons levensjaar. En wat zijn we toch ver afgedwaald van het verstaan hiervan. Want laten we maar eerlijk wezen, wij christenen wensen elkaar en onszelf vaak ook het tegenovergestelde toe. Omdat we Gods plan in ons leven feitelijk niet meer verstaan. De Heer Jezus verstond als geen ander het plan van God in zijn eigen en ons leven en weet heel goed wat ons tot ons geluk strekt. En mogen de gemeente wereldwijd dit plan ook weer gaan begrijpen en ten volle verstaan wat tot haar geluk strekt. Want in feite is er geen verschil meer tussen het ervaren van geluk in de wereld en in het koninkrijk van God. En toch leert de Heer Jezus dat er juist een totale onderscheid in moet zitten.
Dat wat de wereld juist als geluk ervaart, moet haar negatieve onderscheiding zijn van hen die God welgevallen zijn. Maar wat is de gemeente wereld gelijkvormig geworden, helaas? Natuurlijk bewaart God altijd 7000 knieën die niet voor de Baal buigen. Maar in het algemeen, vooral in het Westen, zijn we ver van het Bijbelse beeld van ware geluk, van het ontvangen van oprechte felicitaties van God zelf, afgedwaald. Ja, zelfs christenen waarvan de Heer Jezus hier zalig spreekt, ervaren wij als zielenpoden en bidden voor een totale verandering in hun leven. Wat zijn we afgedwaald van het goddelijk verstaan van echte levensgeluk. De Heer Jezus had een ander soort discipel voor ogen dan de hedendaagse opvatting erover. De wereld moet een totale andere opvatting hebben dan die van de gemeente. Zoals Efeze ook zegt, maar gij geheel anders. Gij Christus leren kennen. Maar omdat wij vaak niet anders zijn, hebben wij Christus dan eigenlijk wel echt leren kennen. Wordt er in feite niet een andere Christus en een andere evangelie gepredikt door een andere geest? En verdragen wij dit niet liever omdat het ons aangenamer is? Omdat we hetzelfde willen als de wereld. Want indien de eerste, de beste, een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt, of een andere geest, of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Want die evangelie is veel aangenamer voor het vlees. We moeten weer terug naar het echte, onvervalste woord van God en de leiding van zijn geest en weer echt gelukkig worden naar Gods verlangen. Dan zal het zout in deze wereld weer een krachtige werking hebben en het licht van deze wereld weer helder schijnen, zodat die krachteloos flauw geworden zijn en in de duisternis wandelen, weer weten waar ze zijn moeten voor kracht en licht. In een Amerikaanse krant stond eens het resultaat van een onderzoek naar de ideale man. Waarmee men gelukkig zou zijn. Had men onderzoek onder vrouwen gedaan. Wat is voor u nou de meest ideale man? En de lijst met kenmerken van de ideale man zag er als volgt uit. In volgorde van het meest belangrijke voor de vrouwen. A. 1. Zijn vermogen om geld te verdienen en te behouden. 2. De prijs, stijl en leeftijd van zijn auto. 3. Was belangrijk hoeveel haar hij heeft. 4. Zijn kracht en lengte, dus het uiterlijke kenmerken. 5. Zijn baan en succes hierin. 6. De sport waar hij van houdt. 7. Van hoeveel clubs hij lid is, aanzien dus. 8. Zijn agressiviteit en betrouwbaarheid. En je ziet dus totaal verschillend van de kenmerken die de Heer Jezus stelt van een gelukkig mens op die van betrouwbaarheid na, maar die stond bij de wereld overigens wel als laatste. Maar wij christenen zijn vaak net zo en vinden het maar al te fijn als onze kinderen het goed doen in de maatschappij. Och joh, ons oudste heeft een geweldige baan en verdient goed. Fijne vrouw die zelf ook een goede baan heeft. Geen domme vrouw hoor. Een prachtig huis hebben ze. Rustige buurt. Ze kunnen zo goed met de buren opschieten. Terwijl de Heer Jezus leert. Wee u gij rijken, want gij hebt uw vertroosting reeds. In Lucas. Wee u die nu overvloed hebt, want gij zult hongeren. Wee u die nu lacht, want gij zult smart hebben en wenen. Wee u wanneer alle mensen wel van u spreken. Immers op dezelfde wijze hebben hun vader met de valse profeten gehandeld. Het zijn toch teksten die je nog weinig hoort in de prediking. Maar ze zijn er wel. Ze staan er wel. En de Heer Jezus heeft het wel geleerd. En wat verklaren wij met onze lofprijzingen toch vaak dat wij ver, maar dan ook heel ver zijn, afgedwaald van het verstaan van echte geluk voor onszelf, onze kinderen en de gemeente. Onze gelukwens zou precies andersom moeten klinken. Nou, oudste kind van ons, pas maar op dat je in dat lekkere leventje niet indut als die dwaze maagden. We hebben elkaar een ander evangelie verkondigd. En willen deze teksten niet meer horen, terwijl de Heer Jezus ze wel uitsprak. En dan vraag ik me af, wie spreekt er nu feitelijk vanaf de kansel in de gemeente? Is het nog Gods geest? Een discipel van de Heer Jezus kenmerkt zich door het serieus nemen van zijn woord.
En het einde van de zogenaamde bergrede eindigt met de waarschuwing van de Heer Jezus dat het niet doen van zijn woorden leidt tot een grote val. Gij zijt het zout der aarde, indien het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden. Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Ook ten aanzien van de zaligspreking bestaan er misverstanden. De grootste is echter dat dit een opsomming is van verschillende karakters onder christenen, waarin jij jezelf in één ervan moet herkennen. Kijk, Paulus wordt veel vervolgd om de gerechtigheid, maar wil niet met Marcus werken, terwijl Barnabas zich wel over hem ontfermt. Dus Barnabas is de barmhartige. Ik ben bijvoorbeeld niet zo zachtmoedig, maar zoek wel altijd de vrede met mijn medemens. En daar maken veel christenen kapitale blunder. De kenmerken van de mens die de Heer Jezus zalig noemt, moeten openbaar worden in het leven van elke christen. En ze kunnen ook openbaar worden in elke christen, als wij de tuchtiging des Heren toelaten. En wij minder worden en zijn geest in ons mag toenemen. Deze kenmerken hebben namelijk niets te maken met natuurlijke karaktereigenschappen, maar zijn het gevolg van een leven geleid door de Heilige Geest. Van nature zijn ook veel ongelovigen vredelievend of zachtmoedig. Maar de Heer Jezus wil dat zijn discipelen alle kenmerken gaan vertonen. Met die zachtmoedigheid hoort ook de vervolging om zijn naams wil. Want ik weet dat in mij, zegt Paulus, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wens is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Maar kenmerken die gaan rijpen naar de wedergeboorte als gevolg van de werking van de Geest Gods in ons. Daar is hier sprake van. Want de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, zijn gelaten. En let op een woordje vrucht, daar staat niet, dat staat in het enkelvoud. Sommigen spreken over de vruchten van de Geest, maar dat is beslist verkeerd. Het is één opkomende vrucht waarin alle bestanddelen tegelijkertijd in opgroeien. Zo zijn appel bijvoorbeeld vitamine, mineralen, eiwitten, weet ik wat, et cetera zitten en die groeien tegelijk op. Als de Geest de volledige beschikking over ons mag hebben, toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden, dan rijdt door Gods tuchtigende hand de vrucht van zijn Geest. En wanneer die vrucht zichtbaar wordt, dan zijn wij zalig te prijzen. Het is de opbrengst van de werking van Gods Geest in ons. Want de wereld zoekt bijvoorbeeld ook zachtmoedigheid of zelfbeheersing en doet dat door een cursus yoga of autogene training. Omdat zij karaktereigenschappen als vruchten ziet, meervoud, die men zich één voor één moet aanleren. Maar de vrucht van Gods Geest doet alle karaktereigenschappen van Jezus Christus in ons tegelijkertijd openbaar worden. Niet door cursussen te volgen, maar door God vrijwillig een complete toegang tot onze binnenste te geven. Door geestelijk te groeien. Dat doet wel pijn, maar de opbrengst mag er wezen. Een opbrengst waarvan de Heer Jezus, de bezitter ervan, zalig spreekt. Want alle tucht, zegt Hebreeuwen, schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, enkelvoud, die bestaat in gerechtigheid. We moeten de zaligspreking daarom ook niet willen gaan tellen en willen gaan indelen. Dus kwantificeren en kwalificeren. Er zijn wel meer zaligsprekingen in Gods woord. En neem Psalm 1 bijvoorbeeld. Wel zalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. En Openbaringen 16. Zie ik kom als een dief, zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart. Omdat hij niet naakt wandelt en zijn schaamte niet gezien worden. Nee, we moeten ze niet zien als een lesprogramma waarop we goede cijfers dienen te halen. Ook niet als een lesprogramma waarvan de ene les ons liever is dan de andere. Maar het zijn kenmerken die maar op één manier zichtbaar worden. Groei door de Heilige Geest. Want als we de zaligsprekingen goed beschouwen, ontdekken we dat onze ware geluk afhangt van onze innerlijke toestand tot God. Onze hartsgesteldheid tot God. Ook de vervolgingen zijn een gevolg van onze hartsgesteldheid.
echte, ware geluk hangt dus niet af van onze omstandigheden, maar van onze innerlijke toestand tot God. Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Dat zongen we vroeger altijd. Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Nee, willen we echt gelukkig zijn, dan kan dit alleen maar als de volgende innerlijke kenmerken ons deel zijn. Arm van geest, treurende, zachtmoedigheid, honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat weet je alleen maar zelf of je dat hebt of niet. Barmhartigheid, reinheid van hart, vredestichtende zijnde en daarbij vervolgd wordende om de gerechtigheid wil. Deze volg je ziet, dat hoort bij de rechtvaardigheid. Dat volgt automatisch. Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, schrijft Paulus. En allen betekent allen. Als je echt godsvruchtig wil leven in Christus Jezus, dan zal je vervolgd worden. En ik zeg altijd maar, het begint al vaak in de kantine. Dan beginnen ze al te spotten. Op school, op je werk, als je bidt voor je eten, of noem maar op. Maar de Heer Jezus zegt, zalig. Gefeliciteerd als dat gebeurt. Want je loon zal groot zijn in de hemel. Waar de mensen ons vervolgen, verheugt God zich. En daar gaat het om. God behagen. Dat zijn hart verheugd wordt door onze houding. Mensen worden naar zijn hart zoals David. En wanneer we mensen zijn geworden naar Gods hart, dan laat God zich niet onbetuigd. Hij zal ons daarom zegenen. En de zegen des Heeren die maakt rijk. Alleen komt die rijkdom naderhand. Dat is iets wat we goed moeten beseffen. Bij het lezen van de zaligsprekingen. Alle zegeningen op de zaligsprekingen zijn vergeldingen die volgen als de Heer Jezus terugkomt en zijn koninkrijk gevestigd wordt. Dan zullen wij het koninkrijk der hemelen ingaan en tegelijkertijd de aarde werven. Daar wacht ons troost, verzadiging en barmhartigheid. Daar zullen we God zien en zijn kinderen blijken te zijn, want uw loon is groot in de hemel. En daar moeten we onze oog alleen op richten, anders hou je het niet vol. Zodra de gemeente iets wil zijn, iets wil bereiken, iets wil betekenen in deze wereld, waarvan de Bijbel zegt de tegenwoordige boze wereld, verliest het meteen haar motivatie om zo te zijn zoals haar Heer het zich voorstelt. Ik moet altijd denken aan, als ik dit zo zeg, aan de CU. Ze willen iets bereiken, ze willen iets betekenen. En dan verlies je meteen je zoutende kracht en haar licht dooft. En juist dit zijn de redenen waarom de gemeente niet meer gemotiveerd is om aan Gods normen te voldoen. Hier vergelding willen zien. Men wil in deze wereld al zo loon zien. Maar men kan alleen volhouden in de wetenschap dat de Heer Jezus terugkomt met zijn loon. Hebreeën 12 zegt, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloof, die, om de vreugde welke voor hem lag, die nog moest komen, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Dat moet onze aansporing zijn om tot het einde toe te volharden. De vreugde die voor ons ligt, want uw loon is groot in de hemel. De motivatie die Jezus, de leidsman en voleinde van ons geloof, ons als voorbeeld achterliet, moet ons ook motiveren. De zegen des Heeren, die maakt rijk. Maar op de juiste tijd bij zijn wederkomst. Paulus waarschuwt ook de Korintiërs hiervoor. En ik denk aan de gemeente in de huidige tijd. Je kunt het er zo naast liggen. Reeds zijt gij verzadigd. We hebben alles. Reeds zijt gij rijk geworden. Geen gebrek hoor. Zonder ons hebt gij uw koning gemaakt. Ja, was het maar zo dat gij koning geworden waren, dan waren ook wij met u koning geworden. Want het schijnt mij toe dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen. Als ten dode gedoemden. Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil.
maar gij zijt verstandig in Christus. Wij zijn zwak, maar gij zijt sterk. Gij zijt in aanzien, maar wij zijn niet in ere. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen, zwervend leven. Wij verrichten zware handenarbeid. Worden wij gescholden, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij verdragen. Worden wij gelasterd, we blijven vriendelijk. Wij zijn als het uitvaarsel der wereld geworden, als aller voetvee. Tot op dit ogenblik toe. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Ik vermaan u dus, volg mijn voorbeeld. Dus nu geen verzadiging, nu geen rijkdom, nu geen aanzien, zegt Paulus. Maar eens zullen wij heersen met hem en wel verzadigd en rijk worden als gevolg van ons godsvruchtig leven nu in alle volharding. Volg mijn voorbeeld. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Dus elke keer als wij worden uitgelachen, als er iets naar ons wordt toegesmeten, de smaad van Christus, laten we dat groter rijkdom achten dan de schatten van deze wereld. Want Mozes hield de blik gericht op de vergelding. De loon die nog komt bij de terugkomst van Christus. En door dat geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toren des konings te duchten. Want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Zijn wij zalig te noemen op bijbelse gronden? Bouwen op de rots, standvastig als ziende op de onzienlijke. De blik gericht op de vergelding of op het zand. En het viel in. En zijn val was groot. De komende stormen zullen doen blijken hoe serieus wij Gods woord ontvangen. Amen.